Als we willen verruimen wat we verstaan onder natuurlijk en goed, of als we die begrippen helemaal overboord willen gooien, moeten we verhalen blijven vertellen over waar het schuurt in de emancipatie van queers. Hebben jullie de kinderen op de natuurlijke manier verwekt? Oh, hebben ze dezelfde vader? Wie is nou de echte moeder? Vinden jullie kinderen dat niet heel ingewikkeld, dat opgroeien in twee huizen? Als jullie ooit uit elkaar gaan, nemen jullie dan allebei je eigen kind mee? Hebben jullie wel aan het belang van het kind gedacht toen jullie hier aan begonnen? Mijn kinderen hebben 3 ouders. 2 moeders, mijn vrouw en ik, en een vader, een goede vriend van ons. En ons gezin roept nogal eens wat vragen op. Soms vind ik dat leuk. Soms vind ik het storend en soms doet het me verdriet. Iemand zei hierover eens tegen me dat ik niet zo gevoelig moest zijn. Trek je toch niks aan van wat anderen vinden, als jij zelf maar gelukkig bent. Dat is toch het allerbelangrijkste? Als je maar gelukkig bent. Het is een cliché, een standaard antwoord wanneer iemand uit de kast komt. Goed bedoeld meestal. Een goedkeuring en een bemoediging in één. Ik vind het prima dat jij gay bent. Ik wens je veel geluk. En tegelijkertijd heeft het ook iets dreigends. Als je maar gelukkig bent, anders. Om te begrijpen wat dit soort clichés betekenen voor mij en voor regenbooggezinnen in bredere zin, duik ik graag in het werk van denkers die zich bezighouden met queer thema's. Zoals Sarah Ahmed, een Britse geesteswetenschapper en feminist. Zij schreef het boek The Promise of Happiness. Daarin introduceert ze de term happiness scripts, geluksscripts. En dat zijn, ik citeer nu, een verzameling instructies voor wat vrouwen en mannen moeten doen om gelukkig te zijn, waarin geluk is wat volgt uit natuurlijk en goed zijn. Einde citaat. Deze richtlijnen voor een gelukkig leven zijn impliciet. Die scripts nestelen zich ongemerkt in onze hoofden en bepalen ons denken over wat ideaal is en wat ongewenst. Dat nestelen gebeurt door de verhalen die we tot ons nemen. Toen ik tiener was, kende ik nauwelijks verhalen over lesbiennes, homo's, transgenders en van non-binair zijn had ik al helemaal niet gehoord. In de weinige verhalen die ik wel tot mijn beschikking had, liep het vaak slecht af met de queers. Ze werden gepest, ze waren depressief, soms zelfs suïcidaal en niet zelden ging er eentje dood. Maar hé, als je maar gelukkig bent, succes ermee, hè? Zulke treurige verhalen vervullen een functie binnen de geluksscript, schrijft Ahmed. Ze wijzen mensen erop wat de gevolgen zijn van het afwijken van wat als natuurlijk en goed beschouwd wordt. De les, als je een beetje gelukkig wil worden, dan doe je maar beter normaal. Verzet tegen zulke eenzijdige verhalen is belangrijk. En daarom vind ik het fijn dat er nu ook series zijn als het luchtige Anne Plus, waarin queer zijn helemaal geen reden voor verdriet is. En toch is het volgens Ahmed geen oplossing om alleen nog maar vrolijke verhalen over blije queers te vertellen. Dit soort feel-good verhalen stellen het geluksscript zelf, die heersende normen over wat een goed en juist leven is, die stellen ze niet ter discussie. Ze zijn er juist een product van. Queers zijn in deze verhalen vooral gelukkig als ze erin slagen op hetero's te lijken. Ze vinden de liefde, ze trouwen misschien, stichten een gezin. Eindgoed, al goed. De uitspraak, als je maar gelukkig bent, laat volgens Ahmed zien dat de acceptatie van queers in de westerse wereld voorwaardelijk is. Alleen als er sprake is van geluk of gelukkig zijn. En dat maakt het queers lastig om verhalen te vertellen over ongelukkig zijn. Het vertellen van feel-good verhalen is zo eerder een gebod dan een optie. Eerder een gevolg van onvrijheid dan van vrijheid. Als je maar gelukkig bent, is dan een commando, vermomd als steunbetuiging. Wees gelukkig. En dat commando gaat gepaard met de druk om niet te klagen. We zijn toch al heel ver in Nederland. Jij kan je leven toch leiden zoals jij het wil? We leven toch in vrijheid? Wat zeur je nou? Als we willen verruimen wat we verstaan onder natuurlijk en goed, of als we die begrippen helemaal overboord willen gooien, moeten we verhalen blijven vertellen over waar het schuurt in de emancipatie van queers.
We must stay unhappy with this world, schrijft Ahmed. Ze herhaalt het. We must stay unhappy with this world. Het maakt me ongelukkig wanneer iemand suggereert dat ik te gevoelig ben. Keer op keer inspecteer ik mijn reacties. Ben ik inderdaad te gevoelig? Een steeds terugkerend vraagstuk is: is het A, gewoon een slechte grap? B, gewoon seksisme? Of C, homofobie? Wat was het bijvoorbeeld toen mijn vrouw en ik in een sportwinkel onze uitrusting bij elkaar zochten voor een fietsvakantie? Een mannelijke medewerker ons attendeerde op het bestaan van fietsrokjes en er nonchalant "kun je lekker likken" aan toevoegde. Wat was het toen ik voor mijn werk een school bezocht en een leerling mij vieze homo toebeet? Wat was het toen ik dit vertelde aan zijn docent en die erom lachte? Wat was het toen hij zei dat ik dan toch gewoon kon zeggen dat het niet waar was? Wat was het toen iemand vuurwerk door de brievenbus gooide, waardoor onze hal affikte? Wat was het toen dronken voetbalsupporters lallend langs ons huis riepen: hier wonen die potten, schreeuwden en onze bloembak omverwierpen? Niet eens zozeer de situatie zelf, maar vooral mijn voortdurende weging ervan. Gewoon een slechte grap of toch homofobie, die maakt me ongelukkig. Het maakt me ongelukkig dat een van de genodigden voor onze bruiloft me liet weten dat hij niet zou komen omdat een huwelijk tussen twee vrouwen niet iets om te vieren is. Het maakt me ongelukkig dat een deel van de genodigden er best wel lang over na moest denken of het eigenlijk wel iets om te vieren was. Het maakt me ongelukkig relatieve vreemden veel te vaak te moeten uitleggen dat hoe onze kinderen verwekt zijn en of we nu wel of niet met de vader naar bed zijn gegaan een veel te intieme vraag is die ik niet altijd wil beantwoorden. Het maakt me ongelukkig dat veel van het wetenschappelijk onderzoek naar regenbooggezinnen erop gericht is om te bewijzen dat onze kinderen het niet slechter hebben, niet onderpresteren op school of meer gedragsproblemen vertonen dan andere kinderen. Het maakt me ongelukkig dat dit de vragen zijn die de wereld beantwoord wil zien. Het maakt me ongelukkig wanneer een redacteur me vraagt de liefde voor mijn niet-biologische kind beter uit te leggen, omdat die niet vanzelfsprekend is en dus meer woorden behoeft. Het maakt me ongelukkig dat die liefde iets om uit te leggen is. Dat ik leef in een wereld waarin dat van me verwacht wordt, waar ik iets te verantwoorden heb. Het maakt me ongelukkig telkens wanneer iemand vraagt wie nou de echte moeder is. Het maakt me ongelukkig dat de vader van mijn kinderen een week na de geboorte van onze zoon een brief postte naar de rechtbank, waarin hij afstand deed van zijn kind. De rechter voorhield dat hij niks met zijn zoon te maken wilde hebben, waarmee hij voor mij de weg vrijmaakte om onze zoon te adopteren. Zijn tranen over die brief maken mij ongelukkig. Anderhalf jaar later stuurde hij dezelfde brief voor onze dochter. Het maakt me ongelukkig dat zijn verlies nodig is om mijn vrouw en mij voor de wet echte ouders te maken. Dat ons wettelijk ouderschap, de vader, mijn vriend, zijn rechten ontneemt. We must stay unhappy with this world, schrijft Ahmed. En ik ben vast besloten jullie te blijven vertellen wat me ongelukkig maakt, totdat het verandert. En als je nou meer wil weten over wat mij gelukkig of ongelukkig maakt in het queer ouderschap, zoek me dan even op LinkedIn of op Instagram. Daar plaats ik zo af en toe iets, maar ik schrijf er vooral op dit moment een boek over. En als het af is, zal het worden uitgegeven bij uitgeverij Atlas Contact. Dank jullie wel.